Wat ik ook heel graag doe is fotograferen door of door middel van glas. Wat heel veilig is, want je hebt automatisch eigenlijk al een barrière. Dus als je al een beetje een drempel hebt waarin je liever niet fotografeert bij mensen, dan kan je altijd het glas gebruiken als een soort van veilige barrière. Maar daarnaast is glas een heel mooi iets, want je hebt zowel doorkijk als weerspiegeling erin. En dat kan hele interessante beelden opleveren. Leuk dat je kijkt naar deze video over lijnen en perspectief in straatfotografie. Wil je nou meer leren over dit onderwerp? Kijk dan op zoomacademy.nl. Aan de ene kant heb je de compositie van hetgene wat zich achter het glas bevindt. En aan de andere kant heb je de compositie van je weerspiegeling. En dat kan je ook heel erg bewust gebruiken op het moment dat je bijvoorbeeld een bepaald gebouw in beeld wil brengen. Of bijvoorbeeld een bepaalde brug of iets wat je wil laten opvallen. Dan kan je dat met elkaar combineren door het glas te gebruiken en de weerspiegeling daarvan. Wat daarnaast erg belangrijk is, is hoe stel je scherp? Nou, ook dat kan je natuurlijk zelf kiezen. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld druppels op een raam scherp te hebben en de achtergrond onscherp. Maar je kan natuurlijk ook gewoon door de ruit heen fotograferen. Vond je dit nou een interessante video en wil je meer te weten komen over dit onderwerp? Klik dan op de link in de beschrijving en volg de hele cursus.